In de korfbalwereld was het die day voor Borgerhout Groenwit en voorwaarts. Beide teams konden nog aanspraak maken op de kruisfinales komend weekend, al was het voor Borgerhout een gelijkspel goed genoeg waarin tegen voorwaarts de volle buit moest pakken om nog door te stoten naar de kruisfinale. De rood-witte gingen verschroeiend van start onder een stralende zon waar voorwaarts geen antwoord op had tegen al dat geweld. Borgerhout neemt met de nodige grinta afstand van de groen-witte en dat zouden ze nooit meer afgeven. Rusten gaan we met 14-9, een 5-puntenkloof die voorwaarts nooit meer zou dichtkrijgen. In de tweede helft krijgen de aanwezigen vooral van de thuisploeg het betere werk te zien en de plaats in de kruisfinale komt nooit meer in gevaar. Voorwaarts weet nog 8 maal te scoren, maar de thuisploeg doet dat ook en zo krijgen we een eindscore van 22-17. En gaat Borgerhout Groenwit verdiend naar de kruisfinale, waar het tegen Great Old Skaldis zal moeten opboksen, die ook maar al te graag naar de finale willen gaan. In de andere kruisfinale staan Boekenberg en AKC tegenover elkaar, welke gespeeld wordt nu zondag op Boekenberg en op Skaldis, om dan weer een week later de finale te betwisten op het veld van Kwik. Kevin, het heeft er nooit in gezeten, als we eerlijk moeten zijn, denk ik. Nee, Borgerhout begon scherper. Heeft voornamelijk de eerste helft dan eigenlijk scherp geschoten aan de buitenkant. Wij hebben daar duidelijk te weinig druk gegeven. En dan krijg je 14 goals tegen aan de rust. Terwijl dat ze bijvoorbeeld vorige week over die hele wedstrijd maar 15 kunnen maken tegen Kwik. Dat zegt veel. Dus dat is voornamelijk verdedigend was het niet goed. Wij hebben er een speciaal team voor. Het was de laatste weken echt niet goed, maar echt niet goed. En dan toch vandaag wel uitpakken eigenlijk. Als je de eerste helft ziet, dan vond ik het heel sterk korfbal. De tweede helft viel de kwaliteit een beetje van het samenspelen een beetje weg. Omdat je eigenlijk die voorsprong wilt consolideren. En dat is altijd misschien niet de juiste, het is wel de juiste manier, tactische manier, maar het verbetert het spel niet erop. Maar ik vond het heel sterk vandaag. 22-17 is een sterke uitslag. Kan je mee naar buiten komen? Ja, en dan is daar volgende week Skaldis. Ja, Skaldis is een speciaal team ook. Hè. David, Patty, dat toch mensen die het verschil kunnen maken. Wij hebben de verdedigers die mensen kunnen uitschakelen. Dus ik denk dat we 2 mooie kruisfinales gaan krijgen. Ik hoor juist dat AKC ook ruim geworden is. Of Boekenberg AKC. Borgerhout-Skaldis, dus ik denk dat de korfballiefhebber kan genieten van zulke kruisfinales. Wat denk je dan? We gaan naar een finale Borgerhout versus AKC? Stel ervoor, want ik denk dat onze Jens zijn laatste wedstrijd is. Zou ik zo kunnen kijken. Hè? Het zou mooi zijn natuurlijk, moest het dat zijn. Hè? Ik weet dat de AKC het ook wat moeilijk heeft tegen Boekenberg, maar misschien moeten ze toch wel eens... Ze hebben een mooie finale er tegen gespeeld in de zaal en misschien moeten ze die klik wel eens zetten om ditmaal eens aan ons en we gaan... Ze zullen er wel voor gaan, ik ken ze. Ze doen goed, Chris Pallings doet er ontzettend goed werk. Die heeft echt een knokkersploeg van gemaakt, maar ook staat echt een team. Dus ik hoop eigenlijk, stel je voor, AKC Borgerhout zou voor mij een mooie finale zijn.